Hey, hallo, welkom en leuk dat jij kijkt. Vandaag heb ik weer 3 tips en wel voor Oprah Winfrey. Zij heeft natuurlijk het interview gedaan met Prins Harry en Meghan Markle. En ze heeft dat heel goed gedaan. Heel rustig, heel kalm, heel wel overwogen. Sterke punten, een paar sterke punten die ik graag wil benoemen. Dat is het eerste punt waarbij zij in de introductie gewoon even wat contact maakt door het over privé dingetjes te hebben. Onder andere dus over de zwangerschap van Meghan. Daardoor creëer je een band en een vertrouwelijkheid waarmee je het gesprek verder in kunt gaan. Dat vind ik super. Een ander onderdeel wat ik ook goed vind is dat zij een vraag stelt en daarna Meghan laat vertellen of Harry laat vertellen. En ze wacht en ze reageert niet veel. Er zijn niet veel bevestiging zorgen er vaak voor dat mensen doorgaan met vertellen. Maar zij doet het sporadisch, alhoewel ze wel heel goed en aandachtig blijft kijken en probeert te wachten totdat het hele verhaal is verteld. Maar dan komt meteen mijn tip 1. Omdat zij zo aan het wachten is dat het nogal traag verloopt, het interview. Weet je, Meghan vertelt en zij luistert, maar Meghan gaat niet echt de diepte in. En voor een interviewer is mijn mening dat je af en toe toch even moet ingrijpen om ervoor te zorgen dat je wel die diepte ingaat. Dus als het verhaal verteld wordt en je ontdekt een onderwerp waarvan je denkt, hey, daar wil ik toch iets meer van weten, dan zou je natuurlijk daar even inbreken en een vraag over stellen. Om te kijken, hey, krijg ik daar dan antwoord op? Maar dat doet Oprah niet. Dus die tip zou ik er geven om dat wel te doen. Of als jij gaat interviewen, dat jij dat dan zou doen. Van let op. Het is echt belangrijk dat je reageert op hetgeen wat iemand zegt. Natuurlijk moet je ze uit laten praten. Maar je kunt ook op een gegeven moment, als het allemaal zo kalm en traag verloopt, best wel eens af en toe ingrijpen en eventjes een beetje wat vonk erin brengen. Iets meer snelheid. Nu is het gewoon echt een traag interview. Het is mooi in een prachtige omgeving. Ze zijn mooi gefoundationed. Ze hebben mooie lippenstift op en make-up. En alles is prachtig en een fantastische setting. Het is zelfs mooi weer. Het is alsof alles helemaal klaar is gemaakt voor een prachtig, relaxed, eerlijk interview. Nou ja, ik ben het er niet helemaal mee eens dat het eerlijk is, maar dat is mijn mening. Misschien denk jij er anders over, dat is ook helemaal prima. Dan heb ik tip 2. Er zijn wat gebaren die Oprah gebruikt af en toe om iets aan te geven. Met een pinch hand doet ze, were you silent or were you silenced? En ook met de koningin, did you blindside the queen? Dan gebruikt ze de pinch hand. Ik geloof dat zij de linkerhand gebruikt, maar goed, maakt niet uit. Ze gebruikt deze hand. Ze neemt het misschien over ook van Meghan. Dat is natuurlijk heel goed, dat je een soort van binding maakt. Maar ja, als jij bij belangrijke dingen steeds dezelfde hand gebruikt, dan vind ik dat je de tip wel kan krijgen om het op een andere manier op te lossen. Als iets belangrijks is, kan je bijvoorbeeld je vinger omhoog steken. Je kan even kracht zetten met 2 vuisten. Je kan even stoppen en de aandacht naar je dat je denkt brengen. Je kunt allerlei dingen gebruiken om te zorgen dat er een soort van pauze komt. Even een momentje waarop, hey, dit is belangrijk. Hey, hier gaan we voor. Hey, nu moeten we wat doen. Gewoon verschillende gebaren in plaats van dezelfde hand. Wat mij altijd opvalt is dat mensen eenzelfde beweging maken. Eenzelfde manier om iets te benadrukken. Dus of deze hand, of dit, of sommige mensen natuurlijk met de herhaalbeweging van de handen om te benadrukken wat ze doen. Die komt heel vaak voor. Maar ja, let daarop. Let op welke gebaren je maakt. Let op wat je overdraagt met die gebaren. En hoe zou je dat anders kunnen doen? Bijvoorbeeld. Dat vind ik interessant. Want gebaren zijn natuurlijk mijn specifieke vakkennisonderdeel.
En als laatste heb ik natuurlijk tip nummer 3. En dat gaat zoals gewoonlijk over mimiek. Mimiek in je gezicht. Nou, het gebeurt. Als je goed kijkt, dan zie je dat Megan hier een keer een traantje wegpinkt. Dat ze lacht af en toe, heel af en toe. Maar voor het grootste gedeelte, en prins Harry helemaal, dat is gewoon een glad gezicht. Dus mimiek komt er bijna niet in voor. En ook Oprah, die heeft echt een soort van kom maar door, ontvankelijke manier. Ze zit achterover, ze zit netjes rustig, handen bewegen wel, maar zitten daarna ook op schoot. En wat ze dan heeft, is dat ze incasseert, maar alles met een onbewogen gezicht. Misschien moet dat. Misschien moet je geen emoties tonen bij wat je hoort als je een goede interviewer bent. Maar ik denk dat je... Ja, ik ben dat niet gewend van Oprah. Ik ben gewend dat zij toch wel wat meer initiatief neemt, iets meer laat zien in haar gezicht. En nu vind ik dat vrij kaal, bloot, ja, heel weinig mimiek in ieder geval. Het enige is dat zij het doet bij wat? Als ze hoort over dat er gepraat is over de kleur van de huid van de baby. Alleen dan zie ik een, nou nog niet eens zo'n duidelijke iets gebeuren in haar gezicht. Mimiek, daar gebruikt ze mimiek. Als ze lacht natuurlijk, een paar keer lacht ze, dan zie je ook wat mimiek. Maar voor het grootste gedeelte is het gewoon vlak. En ik vind het aan de ene kant heel erg goed dat mensen kunnen vertellen zonder dat je heel veel emoties ziet en heel veel mimiek ziet. Want je bent een openbare figuur en je wilt natuurlijk niet jouw directe, rauwe emotie laten zien. Maar het spreekt wel aan. Het spreekt wel aan voor het publiek als je iets laat zien in je mimiek dat iets jou wat doet. Dus daar kun je gebruik van maken. En Oprah en Harry en Meghan doen dat allemaal niet. Die zijn daar heel erg vlak in, vind ik. En daar komt dan ook mijn vraag ofwel alles is gevraagd ofwel alles is verteld. Of dat misschien alleen is verteld wat Harry en Meghan wilden vertellen en wilden dat de wereld zou weten. En dat Oprah daar heel goed en duidelijk en juist haar vraag in heeft gesteld, maar dat alleen naar boven is gekomen wat Harry en Meghan prijs wilden geven. Ja, ik denk dat ze zo gewend zijn om te gaan met interviews, dat ze echt niet meer prijs geven dan dat ze willen. Maar goed. De tips, je kunt natuurlijk altijd proberen als interviewer om dat wel naar boven te krijgen. Ook juist hetgene wat ze niet willen zeggen. Maar ja, of je echt diep wil boren bij mensen van het Koningshuis waar je eerbied voor hebt. Het is altijd de balans zoeken en het bedenken wat is goed voor mij, wat is goed voor de omgeving. Er zijn allerlei vragen die meespelen. En natuurlijk speelt er ook mee... Wie ben jij als interviewer? Hoe presenteer jij je? Wat is jouw houding? Wat is jouw mimiek? Hoe gebruik jij jouw stem? Welke gebaren wil jij erbij gebruiken? Wat voor persoon ben jij als jij je presenteert? Nou, ik ben presentatietrainer. Als je daar vragen over hebt... Als jij je verhaal duidelijker wilt krijgen, als je tips wilt hebben op dat gebied of ander gebied wat te maken heeft met presenteren of een verhaal vertellen, mail mij via info@gebarenrijk.nl. Je kunt me ook altijd bellen. Informatie vind je op mijn site www.gebarenrijk.nl en ik zie je graag. Tot ziens! Doei!